Ja, toen u binnenkwam zag je natuurlijk al die poortjes en dat soort dingen. De meeste mensen lopen gewoon door. Het is waarschijnlijk volkomen aan u voorbij gegaan. Maar als u dit filmpje ziet, dan ziet u ja, wat er gebeurt als de elektricien weer in mijn boven komt. Vanavond bij TechTalk gaan we het hebben over digitale veiligheid. En hoe beter is het om onze gasten gewoon direct te laten voelen hoe dat nou is als de veiligheid in het geding is. We gaan ethisch hacken met dit apparaat. Een RFID-killer. Nou, hoe werkt dat? Steeds meer pasjes, zoals de identiteitskaart, overchipkaart, werken met Radio Frequency Identification. Dat betekent dat er een klein spoeltje in zit, die door middel van elektromagnetisme uitgelezen kan worden. Met dit apparaat geven we hem daarentegen zo'n enorme knal, dat hij kapot gaat. We hebben hier batterijtjes, een dikke condensator, wordt opgeladen in het spoeltje. Nog de elektronica, ja, gewoon omdat het er wel cool uitziet. Maar dit is hem dus. Die zetten we straks hier neer. En als de mensen dan binnenkomen, dan vragen we om hun portemonnee hier neer te leggen. En poef, kapot zijn de pasjes. We zullen zien. Michiel, kun je er even het filmpje laten zien van hoe dat uiteindelijk in zijn werk ging? Dat is natuurlijk wel leuk, hè? Goedenavond, heren. Kunt u even uw spullen hier nemen? Ja. Hij gaat meteen alweer af. Ik weet niet wat u bij u heeft, maar voor de veiligheid. Een aantal belangrijke gasten genomen. Ja, dank u wel. Ja, is prima. Dank u wel. Zo, een aardig wat ben je, joh. Ja. Kijk eens aan. Ja, prima. Dank u wel. Nou, u mag gewoon doorlopen, hoor. Ja, prima. Mooi. Zo makkelijk is dat dus. Goed. Nou, er zijn natuurlijk een aantal HCC'ers in de zaal. Wat cent-amateurs, elektriciens. Kan iemand dit verhaal bevestigen? Een van de techneuten hier. Dat ook zo werkt. Hè? Dus je hebt een condensator en een spoel. Kun je elektromagnetische pulsen. Ja, ik zie wat mensen ja knikken. Ja. Ja, dat kan ook. Kun je ze ook killen. Nou, dan kun je even geruststellen. Hij stond uit, hoor. Ik heb hem niet aangezet. Gewoon om, nou ja, in ieder geval te laten zien. Dit kan dus. Hè? Dit zouden wij kunnen doen. En dat is de kern van ethisch hacken. Je laat zien van ja, dit is een manier. Dit is nog heel low-tech, hoor. Waarmee je dus kwaad kan, zou willen. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik ben een privacyactivist en ik vind de identificatieplicht vind ik echt flauwekul. Ik wil gewoon al die paspoorten eruit knallen. Of ik ben tegen de overchipkaart of dat soort dingen. Ik maak een opstelling, kan het ook in mijn jas doen, gewoon bij de ding staan en dat soort dingen. Nu komt de vraag. A. Kan niet, denkt u. Dit kan gewoon niet. B. Het kan wel, maar het mag niet. C. Het kan wel en ja, het mag ook. Of D, heb je niks beters te doen. Goed, wie stemt er voor A, dit kan niet? Niemand stemt voor A, dit kan niet. Oké, okay. Wie stemt er voor B, dit kan, maar dat mag niet? Ja, oké. Okay. Wie stemt er voor C, kan maar mag wel? Oké, okay. En wie stemt er voor D, van heb je niks beters te doen? Ah, Arda Gerkens. Ja, sorry, dat is de partner van deze show. Nou ja. Misschien even met je moeten overleggen of dat kon of niet. Nou ja, het is een beetje van alles. Zoals ik deze heb gemaakt, doet hij het dus niet. Dus een essentieel onderdeel ontbreekt eraan. En ik zeg niet wat, dat zit ook een beetje in de hackersethiek. Je houdt toch nog iets achter de hand. Waardoor mensen dat niet gauw gaan nadoen. En ja, ik had natuurlijk helemaal problemen gekregen als iemand dan had aangezet een pad. En dan komt straks iemand met een pas die kapot is en die zegt, mag ik even vangen. Dus deze doet het niet, maar inderdaad in theorie kan dit, met die elektromagnetische puls. Het heeft iets met de frequentie te maken. Nou ja, de zendamateurs weten wat ik bedoel. Dan kun je dat dus wel doen. En het mag inderdaad niet dat je die dingen kapot maakt, sorry. Want je bent gewoon iets kapot aan het maken. Maar als je dit nou laat zien, van ik doe het niet, maar ik laat wel zien dat het kan, dan moet je dus ook aan regels houden. Dan ben je dus ethisch aan het hacken, maar als ik dit zomaar doe, dan heeft de NS of Binnenlandse Zaken ineens acuut een probleem. Van er is iets oud in die open wat schade kan leveren. Dus moet ik van tevoren naar die organisatie toestappen om te zeggen, vanavond bij TechTalk ga ik dat en dat en dat doen. Wees erop voorbereid dat mensen, als ze dit weten, dit ook kunnen doen. Nou, ik heb ze gebeld en ze zei, ja, we weten al lang, meneer Van der Hof, houd toch op. Dus eigenlijk is het antwoord D. Heb je niks beters te doen. Maar over het echte ethische hacken, hè, dus de zware zaken, dat we in databases gaan,
En hoe dat opgelost wordt, daarvoor hebben we straks het team Hightech Crime, Pim Takkenberg. En we hebben ook van het Openbaar Ministerie, Lodewijk van Zwieten. En daar gaan we na de pauze over verder praten. We hebben nu even 10 minuutjes pauze. Praat nog even gezellig met Berno. Neem nog een biertje. Tot zo!